Nou jongens, allemaal uitstappen, plaspauze. Hey jij daar. Oh, leuk dat je er bent. Laat ik weer een heel mooi verhaaltje vertellen voor het slapen gaan. Max was samen met zijn allerbeste vriend op pad naar de gevangenis. Ze zouden een rondleiding krijgen, maar alles ging fout. Vandaag zit ik opgesloten in de gevangenis, samen met Robin. Hoi. Robin, ik ga het weer zeggen. Ben je er klaar voor? Ja. Goed zo. Ik ben player gewoon... Ik wil player 1 zijn. Robin en ik zullen vastzitten in een cel en we moeten ontsnappen. Robin, ik ben ervaren goede GTA 5 ex-roleplayer. Ben je er klaar voor? We gaan gewoon beginnen nu. Hoppakee, prison break bij Running YouTube en andere guy met een moeilijke naam. We zitten in een cel, het is heel spannend muziek. Oeh, doen. Hallo? Hallo. Hey! Robin! Hoi! Hey Joost! Yeah. Hallo, Gerard. Oh nee. Hey, Robin. Ja? Ja? Wat is er? Hoe heb je het nieuws gehoord? Wat? Schofield, die zegt escaped voor vorige nacht. Oh, dus daarom zijn alle regels strenger. Ja, maar ik heb ook een idee hoe we kunnen ontsnappen. En dat is? Je ziet het vanzelf. We vertalen het even zo. Licht uit! Oh, lichter, slapen Robin! Oh, we vertalen het even. Ik ben Bellick wel. In deze map gaan we voor jullie vertalen, jongens. Ik ben Bellick. Je bent Bellick? Oh. Oh, the next day. Oh. Oh. Oh, goedemorgen, Toos. Oh, morgen. Ja, lekker, ja, wat je frisse lucht. Oh, die zon is fel. Wat is je plan? Ja, ik weet dat er een schroevendraaier ergens verstopt. Dus kijk maar naar de meeste notitie die ik je zojuist heb gegeven. Oh ja. Oh, oh ja, maart. De 20 maart. Wat staat erin? Start. Ik weet zelf niet eens wat erin staat. Ik ben het voorlezen. Oh, sorry. Start waar de nacht begint. Vanaf daar ga je naar het oosten totdat je de zon vindt. De zon staat boven ons. Ga counterclockwise. Geen idee wat dat is. Huh? But skip the blood. This will be safe for the last. Van Schofield. Snap je hem? Wat moeten we doen? Jij moet het uitleggen. Ga naar daar waar de nacht begint. Waar de nacht begint. Dus ik denk naar een bed, toch? Dat zou logisch zijn. Oh. Ja, je wilt het erover eens springen, maar dat kan niet. Daar waar de nacht begint. Waar ga je heen? Waar begint de nacht? In mijn bed. Ja, maar waar is ons bed? Dit is een deur die... Hier binnen. Daar kan je toch niet doorheen? Oh, daar kan je wel doorheen. Wel. Oh, nee. Oké, wat is je... Oh, nee, kleurencodes. Daar waar de nacht begint. Nou, hier begint mijn nacht niet, hoor. Nee, laten we maar weggaan. Dus, mag ik die notities lezen? Nee, je hebt hem toch aan mij gegeven? Nee, hier. Oké, maar het gaat dus om dat we een schroevendraaier moeten vinden. En dat begint ons avontuur daar waar de nacht begint. Dit is toch volgens mij echt het enige. Ja, je hebt dit huisje hier. En voor de rest kunnen we geen kant op, inderdaad. Dus misschien moeten we wel... Kijk, want het is zeg maar een route volgen, hè. Kijk, misschien begint hier wel de nacht. Ik weet niet, misschien is dit het wel. En dan ga dan vanaf daar naar het oosten tot je de zon vindt. En het oosten is hier. Hey. Wat? Elk tafeltje heeft een andere kleur onder de poot staan. Ah, dus we moeten waarschijnlijk eerst even uit dit veld ontsnappen voordat we überhaupt daar naar de nacht kunnen. Okay, ja. Als jij die kleuren doet, ga ik wel naar die kleurencodes toe en dan voer ik ze gewoon in. Oké, noem een kleur die je ziet. Ja, ik zie zwart nu. Oké, zwart heb ik gedaan. Oh, wacht eens. Wat staat er in dat boekje? Start waar de nacht begint. Vanaf daar ga je naar het oosten tot je de zon tegenkomt. Dan moet je counterclockwise, dus niet met de klok mee, maar tegen de klok in. Maar je skipt het bloed. Dat zou voor het laatste bewaard worden. Schofield heeft dat geschreven. Oké, dus dan denk ik dat we... Waar begint de nacht? Oh, is zwart. Hier binnen. Nee. Of zwart. Zwart begint de nacht, toch? There where the night begins. Dan neem ik aan dat hij zwart bedoelt als allereerst. Omdat het dan donker is. Ja, oké, dus laten we kijken. Zwart zag ik daar bij dat tafeltje. Klopt dat? Dat is zwart, klopt. Maar, dat is dat het oosten? Ja, maar dan ga je... Nee, dat is westen. Dan ga je richting het oosten. Oh, wacht. Oké, je hebt hier, there where the night begins, is zwart. En dan naar het oosten, dan kom je bij dat tafeltje. Dus zwart als eerst. Heb je op zwart geklikt? Totdat je de zon tegenkomt. Dit is geel. Oké, en dan counterclockwise. Dus dat die is kant op. Die kant op. Nee. Oh, want je wilt het veldje om. Maar is daar niet ook nog een tafeltje? Maar je skipt het bloed. Dus rood skippen tot het laatst. Ga jij het kamertje in? Ja. Ik ga het kamertje in. Kijk, we komen er wel uit. We hebben de puzzel al gelijk opgelost, hè? Ja, we gaan best goed. Oké, dus we beginnen met zwart. Zwart, geel. Had je daar al op gedrukt? Daar had ik al op gedrukt, ja. Oké, en dan geel. Dan geel. Dan zou ik de volgende zeggen. Counterclockwise. Groen. Groen. Dan, rood slaan we over, want die moeten we voor het laatst bewaren als blad. Blauw, dus nu. Blauw. Oranje. Oranje. Wit. Ja, dus roze dan en dan rood. En dan roze en dan rood, ja. Gedaan? Ja, oh,
Wat gebeurt er? Oh. Er gaat hier een... nu moeten we de schroevendraaier in onze cel krijgen. Ik heb een schroevendraaier. Je hebt een schroevendraaier? Oeh. Ja. Hou hem niet in je handen, die schroevendraaier. Oh sorry. Oké, maar nu moeten we hem in onze cel zien te krijgen. Kan je hem ergens verstoppen? In je hol? Ja, ik doe hem wel in mijn hol. Ja, dat... Er komt niemand bij, hoor. Oké, maar... Oh, daar is een uitgang naar onze cellen, zie je? Mogelijk. Aha. Want die was net dicht. Die was net dicht, ja. Ik vind het nu al leuk. Ja, dat is een goede ontsnapping, jongens. Hallo! Gelukkig mogen we zelf binnen zonder... Oh, nee. Installed. Oh, ze hebben metaaldetectors ingeïnstalleerd. Wacht, kunnen we hem hier doorheen gooien? Hier ja, doorheen. Dat denk ik wel. Oké, dan ga ik er vast doorheen. Niks aan de hand. Drop hem er doorheen. Oh. Nee, doorheen. Ja, no, moment. Ja, ik heb hem. Ja, oké. Kom maar. Hey, niks aan. Ik wil eigenlijk wel weten wat er gebeurt. Nee, dan gaan we dood. Kom, dit is in één keer goed. We gaan dit gewoon in één keer halen. Laten we rustig aan de richting de cellen lopen. Of de cellen. Zellen? Zellen. En dat is hier, toch? Ja. Ja, denk het wel. Ik ben lekker in mijn cel. Ik ook. Oh, top. Nou, ik heb hem. Laten we hem gewoon hier houden. En dan kijken wat er nu gaat gebeuren. Moet je niet iets doen? Ik geef hem aan jou. Ik geef hem aan jou. Iedereen. Zie je? Oh ja, dankjewel. Hij is voor jou. Kan jij iets met die schroevendraaier doen? Kan je in een kist doen, in een toilet opbergen, in een hokje ergens of zo? Kan je misschien je deur open schroeven? Nee. Iets anders schroeven? Je toilet misschien wegschroeven? Oh, ja, het was het toilet, hè? Ik heb mijn toilet weggeschroefd. Nice. Hier, kun je dat ook? Zal ik even kijken? Maar wat moeten we? Je moet een zaag hebben, of niet? Ja, ik kan mijn toilet daarna ook heb ik een zaag nodig. Ja! Ja. Oeh, ik schrok me helemaal kapot, de workshop. We zijn in de... Hier moeten we waarschijnlijk taken gewoon uitvoeren. Ja, gewoon we moeten standaard... aan het werk. We moeten natuurlijk nog steeds onze standaard gevangenistaken uitvoeren. Ja, maar nou kan ik in mijn wc niet meer schijten. Nee, mijn toilet is ook weg en ik zag er ook wat achter. Maar we hadden een zaag nodig. En jij weet waar we die kunnen vinden, toch? Ik kan vinden. Dat is waarschijnlijk hier in deze ruimte. Maar ik zie nummertjes op de muur. Nummer 1. Ik denk dat dit de eerste taak is die we moeten uitvoeren. Hier. Waar ben jij? Truffel, man. Hoi. Verstoppertje. Maar moest je daar zit wel heen? Wat. Oh. Ja, daar zit wel iets. Laten we eens kijken of we taken moeten uitvoeren. Of dat daadwerkelijk hier de was draaien of zo. Of I don't know. Of we een taak hebben. Nee, dat wil ik niet dat ik denk dat we legit onze taken ook moeten uitvoeren. Ja, alleen, maar dan... Dit is taak 1. Hier ligt een pressure plate op. Oké, ik ga erop staan. Hij doet het niet. Laten we gewoon eerst deze taak uitvoeren, zoals ik eerder zei. Ja, dan wat moet je dan doen? Ja, weet ik veel. We gaan wel gewoon naar de geheime route hier. Ja. Daar. Zo, waar gaat het heen? Een pressure plate. Oh, dit vind ik spannend. Wat doet het? Het doet helemaal niks. Misschien moet ik daar dan wel op gaan staan. Oh, op die andere. Oké, prima. Dat je tegelijkertijd op de pressure plate moet staan. Ja. Oké, ik sta er vast op. Ik ook. Ja, zijn ze open. Ze zijn allebei open. Niet. Hier, kijk. Hallo, guys. Hier, deze ding is... Oh mijn god, wat is dit nou weer met al onze sticky pistons? Oh, ik denk dat het ijzerblokje moeten we vandaar hierheen brengen. Snap je? Dus soja en dan... Soja! Soja! En dan nu weer omhoog. En dan rechts nu. En dan rechts. En dan omhoog. Nee, naar beneden. Oh nee, nou deze. Ja, die. En dan weer deze. En dan weer... En dan weer die. Dat hebben we echt snel gedaan. Dat deden we echt heel erg goed. Dat hebben we echt heel goed gedaan. Open. Wat zijn wij een goed team duo, hè? Hier. Dat dacht ik. En ik snap er helemaal niks van. Ik ook niet. Wat moeten we doen? Ik zie redstone toortjes. Laten we ze draaien. Lollies. Allemaal een compleet rondje draaien. Ik ga kijken naar aanwijzingen. Ik zie 4 redstone toortjes en ik zie ook 4 opdrachten. Maar we moeten nog eerst de zaag vinden. Ja, dat is duidelijk. Dat is logisch. Oké. Oh, wacht! Ik snap hem! Wat? Kijk, je ziet dat hout zie je staan. Kijk, hier nummer 2 is linksonder. Ja. Deze is bovenaan. Ja. Deze is naar links. Ja. Oh! En deze is naar rechtsboven. Oh my days, ik snap hem inderdaad. Oké, call it en dan doe ik het. Draai ik het. 1 is rechtsboven. 1 is... Ja. Dat doe ik wel gewoon zo. Alsof het zo is, naar rechtsboven. Ha? Ja, of is het denk je zo naar rechtsboven? Dat hij naar rechtsboven wijst? Ja, die zo, ja. Oké, prima. Nummertje 2 is linksonder. Dus dan gok ik zo, dat hij naar linksonder wijst. Eventjes. Nee, ik denk het niet. Ik denk anders. Wel juist. Je hebt wel gelijk. Dat hij zo moet. Zo ja. Zo, en dan die eerste, die moet naar linksonder moet het rode puntje zo zitten. Ja. En dan moet nummer 3 moet naar onder wijzen. Zo. En die laatste moet naar rechts wijzen. Ja, het heeft iets gedaan. Hierheen. Ik heb een zaag. We hebben hem. Zaag. Yeah. Zagen. Oh nee. Oké, we hebben de zaag. Laten we terug gaan naar de cellen. Hoppakee. Maar ik had ook mijn blokje gehakt en daar kon ik ook een... Oh, heb je ook daar zagen. Een... Zagen. Ja, die heb ik ook. Er is hier een soort ketting die we door moeten zagen. En dan kunnen we de riolering waarschijnlijk in. Heb jij hem ook nodig ook, naar die mij? Ketting. Ja. Oké, dan zou ik hem even... Misschien... Wacht, ik ga er wel doorheen en dan hak ik hem vanaf mijn kant. Oh, nee, dat kan nee, niet. Ik drop hem wel gewoon voor je. Jezus, wat duurt dit lang. Lukt het? Hij is bijna klaar, hoor.
Ja, ik heb hem. Ik zal me hier doorheen. Oh, ho. Ik hoop niet dat Arie dat heeft gehoord. Hier. Nee, waarschijnlijk niet. Ik ga er vast doorheen. Hoppakee. Oh my days. Oeh, er komt weer een heel spannend geluid dat we hier zijn, Robin. Ben jij dat ding ook aan het zagen? Ik ben heel hard aan het zagen. Ik ga het blokje terugplaatsen. Oh, dat kan niet. Ik wil zeggen, als plaats ik dat zou ik niet doen. Wc gewoon weer terug en dan... Heb jij die schroevendraaier nog? Nee, die is weg. Zeg maar, ik denk omdat we hem niet meer nodig hebben, is die weg. Nou, dat duurt even hoor. Deze ketting is dikker volgens mij. Nee, mijn nou duurde ook echt lang. Ah, hè, hè? Toos! Hallo! Oké, nou, ga jij maar die kant op, dan ga ik deze kant op. Oh, maar deze, waar gaat het helemaal heen? Hier is die metaaldetector. Oh, jij bent bij die metaaldetector. Ik ben door een, ja, gewoon riool aan het gaan. En het, oh, ja, nee. Ik nu ook. Ik ben in een doolhof. Nee. Ja, ik ook. Ben je ook in een doolhof? Ja. Oké, altijd rechts aanhouden en dan haal je het gelijk. Dat is zeg maar de tactiek van de doolhof. En 98. 98? En 98. En 98. Bingo! Ik heb hem! Ja. A22. Oké, wacht. Editor, schrijf al die dingen op. Oké, ik... Huh? Save the numbers to escape heb ik nodig. En? Oh! Staat hier... En... Oh! Ik dacht dat het soja stond, maar er staat Sona. En 98. Ja, maar... Oh, ik krijg een papiertje. En 98. En 98. Hoofdletters aan elkaar. 98, hè? Aan elkaar of met de hoofdletter ertussen iets. Nou, ik denk dat er gewoon alleen maar 98 moet staan, maar... Ja, maar ik... 98. Nee, 98. Gewoon alleen 98. Oh, en dat is de N. Ja. Wat moet ik doen? Oh, werkt het? Ik denk het wel. Er ging een sisje af bij de deur. Welk nummer had je nog meer? A22. 22, oké. Okay. Dus dan droppen we die bij de A. Kijk, let op. Hoor je? Nee. Ging eraf. Oké, okay, heb je nou nog meer nummers? Of? Nog niet, ik ga zoeken. Misschien heb ik ook wel meer nodig. Ik ga ook wel even rond... Denk het niet. Nee? Nee? Oké, dan wacht ik hier wel. Oh, 46. Oh. Snap je hem? Oh, 46. Ja. Oh, hoppakee, komt ie? Ja, er is weer een... afgegaan. Hoi! Hey! Wat doe jij hier? Ja, weet ik niet. Ja, toevallig. S4. Oh, ik ben weggelopen, wacht. 4. S4. S4. 4, 4, 4. S4. 4, 4, 4, 4, 4. En wat gebeurt er dan? Helemaal niks. Misschien moeten we ze allemaal tegelijk doen. Mag ik het door? Wacht. Oké, okay, we doen ze even opnieuw. S4. A few moments later. Dat zou ik gewoon, als het ware, zo, 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 zo. Waarom werkt het niet? Moet je ze niet allemaal achter elkaar zetten dan? Doe je? Ja, je hebt 7 numbers to escape nodig. Oh, dat kan. Dus dat ik van 1 papiertje moet maken. Dus... Ja. 7. 4. 4, 6. Nee, 4. Oh, 4. En dan 4, 6. 2, 2. Nee, 8, 9. 2, 2. 9, 8, ja. Zo, dit zou kunnen. Ah, en dan hier droppen. Oh, je bent een big brain. Dat was het inderdaad. Dat was het inderdaad. Het ging erom dat ze inderdaad 1 hele code van moesten maken. Ja. Ah, nou jongens, we hebben nog op zijn minst. En gelijk op een knopje drukken. Hé, hey, daar gaan de deuren open. Daar ging welke deur ging open? Die. Ah, je gaat weer om samenwerken. Ja, doe maar. Ah! Oh, waarom word ik er... Het werkt niet. Nog een keer. Juist, kijk. Nu werkt het. Hoppakee. En nu die deur open. Ja, tot ziens, Robin. En kijk, nu gaat waarschijnlijk jouw deur open. Dit is echt amazing. Dit gaat gewoon letterlijk om samenwerken. Tuig. Dus een knopje daar. Toos, knopje. Ik heb een boog. Echt? Een boog gevonden, hoor. Huh? Wat een plek voor een boog. Nou, jij kan op een knopje klikken. Dankjewel. Dag, Toos. Nee, ik wil mee. Dag, Toos. Hallo. Hallo. Dag. En nu? Makkers. Nee, ik blijf gewoon. Ik laat je achter. Oh, je moet de boog hier doorheen droppen. Ik heb hem nodig. Ik zie waar ik op niet schieten. Waar, ik geloof er niks Jawel, van. Ik moet daarop schieten. Ik kan het zien. Dankjewel. Okay. Heb je ook een arrow? Ik kan het zeggen. Oké, komt ie. Ik ga je redden. 1, 2. Ja. Hoppakee. Nee, nog een keer. Moet je sneller? Ja. Het trage lul. Nu. Snel, 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 snel. Ja. Oh. Hoi. Ja, je hebt hem. Top. Zouden de guards nog niks door hebben? Ja, we zijn hier met de boog aan het schieten. Gaat die deur ook open als ik hierop schiet? Ja. Oké, okay, kan je hem open doen vanuit binnen? Oh. Nee. Maakt niet uit, dat bleef open. Hey, isoleercellen. Nee, dat zijn net zo groot als onze eigen cellen. Op dat moment kwamen ze bij een mooie zelfgemaakte pijl en boog. Met die pijl en boog kwamen ze weer in de volgende kamer, want ze hadden een deur opengemaakt. Niemand weet wie. Hoe? Maakt mij niet uit. In die dagboeken stond hoe ze de volgende puzzel moesten oplossen. Weet je wat in mijn dagboek staat? Dat je moet abonneren op Walnut. Want hij heeft bijna die 141.000 abonnees. En dat wil hij graag halen. Want we zijn op weg naar de 150.000. Dus als je nu niet snel abonneert, dan zit jij zo meteen in de gevangenis. En moet jij ontsnappen. Een boek. Oeh, oké, okay, laten we alles even looten. Diary. Oh, dit zijn... Heb je diarree?
Hou op. Dit zijn allemaal dagboekjes van iedereen. Oké, laten we ze een beetje wel op orde houden. Want misschien dat we ze nodig hebben voor een puzzel of zo. Alleen cel 9 is dicht. Oké, kunnen we die niet open van, krijgen vanaf hier? Met een zaak. Ik zie hier nog inmate list. Nee. Zie ik hier. Nieuw passcode. Oh mijn god, dit gaat echt veel lezen worden. Echt waar? Ja, want elke diary, elke diarree, hebben ze het over iemand. Zie je? Bellick dragged Curtis in the hole. Dus ze hebben het over dat hij naar iemand ergens naartoe had gesleept. Over George. En ik heb nu ook een inmate list. Alexander, Brandon, Christopher, Dylan, Elias, George, Curtis, Roy en Zach. We hoeven nou toch niet... Wat? Ik snap er niks van. Nou, en ik heb ook een boekje waarin staat nieuw passcode. En dat is... I changed the passcode to prevent that I don't forget it. Dus hij heeft passcode veranderd. Het wachtwoord, zodat hij het niet vergeet. Wat, als had hij het nog een keer vergeet. I use the initial letters from each inmate, from left to right in caps. Ah! Dus we moeten achterkomen wie op één zit door al die diaries te lezen. En ik heb ook een inmate list. En daarmee moeten we hier weer, als we op het knopje klikken, een passcode maken. Snap je? Oh jee. Ik snap hem. Dus laten we... Ik heb ze ook op volgorde in mijn ding zitten. Dan heb jij als het goed is 2. Ik heb 3 en 4. Jij hebt 5. Oh nee. Ik heb 1 ook. Ik heb... Jij hebt 1. Ik heb 2. Jij hebt 3. Ik heb 4. Ik heb 5. Jij hebt 6. Ik heb 7. En jij hebt 8. Ja, klopt. Oké, laten we eerst 1 lezen. Wat zegt 1? 1 staat, ik haat deze plek. Ik wil gewoon thuis zijn met mijn vrouw. Gelukkig is mijn cel buurman Roy. En hij is zo'n goede gast en een goede pokerspeler. Oké, dan weten we dat Roy... daarnaast zit. Dus dat moet op 2. Dat is nummer 2, is dus R. Nummer 2 van de code die we hebben is R. Ik doe hem even in mijn inventory ook. Ja, dat maakt het toch niet uit. Dan heb je R 2, oké? Ja, oké. Staat op 2. Dan kijk, ik heb dagboek 2. Dus dit is van Roy. Van cel 2. 3 weken meer en ik ben finally weg. Ik moet het echt heel kut om het voor te vertalen. Nog 3 weken en ik ben eindelijk weg hier. Ik ga George wel missen. We zijn goede vrienden geworden hier. Dus George kan 3 of 1 zijn. Op zich wel. Jij hebt 3. Oké, 3. Huh? Oh, deze gozer in de volgende cel naar het noorden is aan het snurken terwijl hij slaapt. Ik dat haat hem. Dat is 4. Oké, dus in 4 is iemand die aan het snurken. Ja, ik heb 4. Bellick dragged Curtis in de hole. Dus Bellick heeft Curtis naar de hole, dat is waarschijnlijk de isoleercellen, gesleept. Zijn cel was de dichtstbij bij de emergency exit. En dat is daar. Dat is bij die groene lamp. Oké, dus in nummer 9 zit wie? Dragged Curtis in de hole. His cel. Ja, Bellick of Curtis. Want hij zegt zijn cel. Curtis dan, denk ik. Bellick dragged Curtis in de hole. Ja, ik denk dat Curtis dan aan het einde zit. Dat dat 9 is. Ja, oké. I think Elias looks a little concerned. His neighbor was dragged in the hole. I think he's next. Dus de neighbor... Oh, dus dat is nummer 8. Dat is nummer 8. En dat is Elijah. Oeh. Elijah, de E. De E op nummer 8. Oké, jij hebt het van de boek. Als het goed is, boek 6. Ja, 6 heb ik. Ja, wat staat erin? Ik kan Christopher horen snurken. Helemaal tot aan mijn cel. Gelukkig zit ik niet naast hem. Zoals Alexander en Brandon. Oh, oké, dat is goed om te weten. Want we wisten dat in cel 3, als het goed is, iemand snurkt. Klopt dat? Of in cel 4? Lees cel 3 het nog eens voor. Ja, die gozer naast mij naar het noorden is aan het snurken. Dat is 4. En we weten dus dat er een Brandon en een... Wie zat er naast hem? Alexander. Brandon en Alexander. Alexander zat naast hem. En ik heb 2. En George heeft hij het over. Dus dan is dit mogelijk... Nee, dan is 3 mogelijk George. Nee, dan is 100% George. Want hij heeft het over Brandon, is plek 3. En Alexander. En op 2 staat 3 weken nog en ik ben weg. Maar ik ga George echt missen. Mijn buurman, dat zegt hij op plek 2. Dus dat staat 100% er 1. Ja, George, we became good friends here. I'm gonna miss George. Ja, er staat het niet trouwens, maar... Oké, dus Alexander en Brandon, die zitten dan in... 4, 3 of 5. Hey, moeten we nog achterkomen welke? Nee, 2 kan ook nog, toch? Oh nee, 2 hadden we al. Nee. 3 of 5 zit Alexander en of dinges. Laat ik in ieder geval even de volgende lezen. 7. I think Brandon, dus hij denkt dat Brandon en Dylan, die plannen iets. Ze zitten naast elkaar. Dus dan, 2 hadden we al een naam. Brandon en Dylan zitten naast elkaar. Ik denk dat dit Dylan is. 4 is Dylan. Dat kan haast niet anders, toch? Oké, dus 4 is D. Ja, 4 is denken D. We. Denken we. We gokken 4D. Ken, dan kan jij achterlezen. Ja. Ik ga Zach vermoorden voor wat hij heeft gedaan. Ik weet dat je me kan horen, want je zit echt net naast me. Hij zit naast hem. Dus dan is het een 7. Want dat zegt 9 was iemand anders. Ja, dus dat is 7. 7 is Z. Ja, 7 is Z. Oké, welke missen we dan nu nog? Wacht even hoor. Oh, Z. Dan missen we 1, 3, 5 en 6 nog. 1, 3, 5 en 6. Oké, wie zit er op 2? Oh ja, die hebben we al natuurlijk. Ja. Dat is het R, 1 R. R en dat was, Want op 2 werd geschreven, nog 3 weken en ik ben weg. Ik ga George missen. En daar hadden we op 1 hadden we George, klopt dat? We hadden op 1 nog niemand. En hadden we de G al? Of? Nee. Ik doe maar op
1 George, dus de G. Oké. Okay. En op 3, Belloc draait Curtis in de hole. His cell was nearest at the dinges. Dat is Belloc, dat is de B natuurlijk. Maar ja, Alexander, wacht, welke hebben we op 2? R. Welke hebben we op 3? Ja, dat staat op jouw inmeetlijst, hè? 3 ja, okay. Staat nog niemand. 4? Maar 3 had het... 4 hadden we in het D, Dylan. Dylan, klopt. En dan 5 hadden we die al? Nee. Dus Alexander en Brandon zitten op 3 en 5. Maar wat werd er over Brandon nog verteld? I think Brandon and Dylan are planning something. They're right next to each other. En daarom dacht ik dat Brandon dan op 4 of 5 zit. En die zitten nee, 4 kan niet. Want Dylan die zit vijf, op 4. Sorry, 3 of 5. Dus we moeten even achterkomen waar die Alexander zit. Als ze dat weten. Christopher snoring up to my cell. At least I'm not right next to him like Brandon and Alexander. Ja, dus daarom... dan is het Christopher. We moeten weten waar Christopher zit. Want Christopher zit er net niet naast. Jawel, Alexander en Brandon zitten naast. Nee, dan klopt het dus niet. Dat kan niet. Ik snap er even niks meer van hoor. Ja, dus als 4 aan het snurken is, dan is het toch heel simpel? Wat? Als 4 aan het snurken is, ja. Toch, zeg jij? Ja. Dan is dat Christopher. Dan moet je 6 lezen. Oh, ja, 6, die zegt, I can hear Christopher snoring. Ja, oké, dus dat is Christopher. En Christopher, wacht, dan hebben we gelijk nog eentje. Komt ja, die? Want die andere, die 2, die zitten ernaast. Ja, want hier, kijk, nee, want er werd ook nog over Matties gepraat. Brandon en Dylan are planning something. Brandon en Dylan zitten naast elkaar. En 4 zit Christopher... Of Dylan. Dylan zat op 4, klopt dat? Of niet? Die zat op 4, ja, maar dat klopt dus niet. Nee, daar zat Christopher. Dus dat zou betekenen dat Alexander op 3 zit, A op 3. Daarnaast, ja. Op 5 zit Brandon, oké? Okay. Op 5 zit Brandon? Ja, op 5 zit Brandon, vertrouw me. Op 5 zit Brandon. Ja, en dan hebben we er nog eentje. Dan hebben we... zit Dylan, klopt dat? Op 6 moet dan de D van Dylan zitten. Ja, dat moet dan. Dat moet wel, dat dus moet dan kloppen. Is het van links naar rechts is het... Wacht, die moet jij maar maken dan. Ja, oké, okay, die maak ik wel. Dan is de code... G... G. R. R. A. A. C. C. B. B. D. D. Z. Z. E. E. K. K. Dit zou de code moeten zijn. Klopt dat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. En waar doen we hem? Bij de deur gewoon dumpen? Ja, of moest hij ergens anders? Hier is je koffiezetapparaat. Ik dump hem wel gewoon bij de deur. Komt ie. Oké. Okay. Kom op, kom op. Ja! Oh, ja! Thank god, hier ben ik zo blij mee. Oh, deze was moeilijk. Deze was ja, echt deze heel was moeilijk. Heel moeilijk. Wow, hé. Hey. Oh, maar deze is vond ik oprecht moeilijk. Maar we hebben hem, jongens. We kunnen door naar de volgende ruimte. Althans, waar de volgende ruimte ook gaat zijn. Misschien hier? Nee, gewoon doorlopen, I guess, right? Ja, denk het wel. Anders waren er wel deuren tot open. Tot de eerste deuren die we vinden gewoon open zijn. Ik denk dat het niet de bedoeling is dat we trouwens nu buiten zijn, want het is nacht. Dus het is sowieso niet de bedoeling dat wij hier nu buiten zijn. Hé, hey, inderdaad. Oh. Oh, we moeten de generator overpoweren, dan gaat de poort open. En jij was elektricien, hoor ik al. Ja, dat klopt. We hebben 3 fuses nodig. Wacht, wat is dat daar links daar? Oh, dan weten we waar we moeten starten. Oh, dat is de map. Ja. We translaten het gewoon voor jullie, wat goed. Oké, we weten best wel snel. Ja, Schofield, dit is onze map. Waar zijn we nu? Oh, kijk, dit zijn de 3 fuses. Wat een goede foto. Ja, goed hè. Maar dit zijn de 3 fuses. Wij zijn als... Waar zijn wij nu? Wij zijn nu hier. Waar hier, bij deze poort, hier. Ah, daar zijn wij nu. Dit dingetje. Oké, okay. Ja. En dan hebben we hier een fuse, daar een fuse en daar een fuse. Daar moeten we heen. Is er ook nog een volgorde? Nou, ja. Wat is dat aan de linkerkant? Dat zei je net tegen mij. Wat is dat daar aan de linkerkant? Dat is denk ik waar we moeten starten. Maar ik weet niet wat aan de linkerkant bedoelde is. Ja, bedoelde die waarschijnlijk daar links, zie je? En dan de kruisen gewoon vinden. Als ik die nou naar boven ga, die daar... Nee, ik kan hem ook niet terugplaatsen. Kom maar, geef hem maar even mij. Oh ja, nee, doe jij maar. Nee, doe jij maar alsjeblieft. Kijk maar of je het even kan fixen. Nou, heb je goed gedaan, Robin. Je bent ja, dankjewel. Elektricien kan ik zien. Als ik die daarboven cool. Nou pak, dan pak jij die daar helemaal rechts, oké? Okay? Oké, okay, dan wil dus... ik je succes wensen in deze strijd. Welke strijd? Doei. Maar ik moet even heroriënteren. Waar zijn we? Oh, dit is het kleine... Nee, dit... we zijn hier helemaal niet nu. Dit werkt niet. Nee, we zijn hier niet. Wacht even, we moeten even... Wel, we zijn hier wel. Nee. Jawel, want dat daar links is de poort. Dit is dat ding. En kijk, daar staat dat witte blok. Waar? Hè? Waar? Oh nee, we zijn daarboven. Hierboven zijn we. Ik wou net zeggen, dat klopt helemaal. Dit is gewoon het eerste huis al hier. Deze. Oh, ik krijg nou wat. Oh, nou, dan moeten we hierin. We doen deze gewoon samen. We gaan gewoon heen en weer samen. Ja, we gaan gewoon moet heen hier weer. Gewoon als eerst... houthakken. Houthakken? Wat? Ja, heb je het over? Hout. We hebben gewoon de fuse nodig. Oh, die moeten we zoeken. Ja, dat is gewoon... Je weet wat de fuse is, toch? Wat is de fuse? Nou, ik ben elektricien geweest, dus dat kan ik je precies vertellen. Ja? Ja, dat is gewoon een fuse. Ik denk dat het hier is, eerlijk gezegd. Maar ik weet het niet zeker. Kijk, denk dat het ik niet. Hier... Hoezo niet? Nee, denk het niet. Maar kijk, hier zit wel iets achter. Oh ja, hier ook. Een steen. Nee, maar serieus, bij mij is iets. Hmm.
Hoor je dat? Oh, dat doe jij. Zou hier wat in zitten in Look een van die for ovens? The water, S. Dus we moeten even hier is de water. Is bij jou de water? Kan je door de water? Misschien is er iets in, onder het water. Waar staat Look for the water? Ja, bij de bibliotheek. Ik heb koude handen. Als we deze nou helemaal... Nee. Hoezo, je hebt koude handen? Ja, gewoon Look for the water, S. Oh, dat is die Schofield waarschijnlijk. Ja. Misschien moet het water wel hierin. Maar hoe krijgen we dat hierin? En door een bucket. Bucket. Een bucket. Een bucket hebben we dan nodig. Want kijk, ik vind het gek dat hier... Precies hier staat zo'n cauldron. Ah, ja, oké. Okay. Dus dan 100% moeten wij een bucket vinden. Oh, wacht eens even. Wat? Ah, waar gaat het heen? Ah, naar beneden. Oh, nee toch. Wat? Oh, heel veel levers. Oké. Okay. Lights out. Oké, okay, nou wil ik het doen. Oké, okay, prima. Dan ga ik zeggen welke lichten. Doe de eerste eens. Ja, doe de derde. 6, 7 en 8. Ja! Deur is open. Kleurcodes en een iron pickaxe. Oké. Okay. En een kleurcode. Wat kan ik ermee hakken? Oh, dat wordt niet eens verteld. Wat is de kleurcode? Wit, rood, blauw, geel. Wit, rood, blauw, geel. Wit, rood, blauw, geel. Wit, rood, blauw, geel. Waarom zit hier een bloemetje? Dat vertrouw ik ook niet. Nou, weet ik veel. Wit, rood, blauw, geel. Moeten we onthouden. En ik heb een pickaxe. Misschien kan ik hier iets mee hakken. Oh, dat blokje hierboven. 100%. Kan hey, kijk eens. Wat? Ik zie een blauw blokje. Een bloemetje. Een rood bloemetje. Hieronder was die witte, of niet? Ja, ik kan deze zakken. Ik wist dat hier wel wat zat. Hier is een pressure plate. Wat doet het? Nee, dan gaat hier iets open. Blijf eens even doorgaan. Deze ja, kijk eens even. Ik kan... okay. En hier staat een geel dingetje. En hier staat... ja, wat zit er? Een geel bloemetje ook. Kan je hem pakken? Wacht, ik ga die bloemetjes gewoon meenemen. Oké, neem ze mee. Neem ze mee. Dat is belangrijk. Misschien moeten we ze en ik heb 16 water bottles. Glass bottles. Dan neem al het water ook gelijk mee. Bloep, bloep, bloep. Oeh, deze deuren gaan open. Hey, bloemetjes! Bloempotjes! ja, zie je nou wel? Kijk, ik ben gewoon slim. We doen dit samen. Ja. Maar vooral ik. Kijk, wat was de kleurcode? Dat moet jij even. Jij bent daar beneden. Oh ja, ik heb de bloemen ook, dus dat is lekker handig. Oh, met deze. Je moet het kunnen toch gewoon onthouden? Nee. Oké, okay, de kleurcode, daar komt hij. Wit, links. Die heb ik niet. Helemaal links. Oh, nou, rood ja, in, heb dat ik wel. Is tweede. Ja. Daarna blauw en daarna geel. Ja. Ja, de deur is open. Hey, ja, het gaat zelf. Het soepel en snel. Dit, zeg maar, wij wilden nog bijna opsplitsen. Dit hadden we echt niet samen kunnen doen. Een fuse! Een fuse! Een fuse! Yay! Yay! Zo ja! Fuse! Ja, yeah, ja! Yeah. Het is nog steeds nacht. Wat een lange nacht dit. Hoe hebben de bewakers gewoon nog steeds niet door dat wij proberen te ontsnappen hier? Zet hem neer. Ik zet hem al gewoon neer. Heel goed. Ja, dat is de bedoeling. Kijk, deze, ik sluit hem even aan. Jij bent elektricien inderdaad. Zo. Ja, top. Volgende. Dat gebouw daarachter. Dit rechts volgen, dus dit... Ik hoop dat we het gaan vinden. Het is gewoon hier. Nee, die deur gaat toch ook niet open? Zeker wel. Hoe ging die deur? Oh, er zit gewoon een pressure plate voor. Ja. Oké. Okay. Nou, ik ga wel op de pressure plate staan. Oh, dat is gewoon de uitgang. Misschien gaat die deur daar in de verte ook open, weet je? Waar we net ik stonden. Ga wel even kijken. Ga jij maar even kijken. Oh nee, ga er eens op. Ik denk dat daar rechts die deur echt open gaat, dat het is waar we net stonden. Nou, dan ga ik daar even kijken. Doe eens. Oh, is dat open? Nee, ja? Ga erop. Ja. Oké, top. Ga er maar doorheen. Oké, ik ben er doorheen. Je maakt het ja? Oké, top. Je hebt het pad voor mij opengemaakt. Kan je ik ga hier met de trap naar beneden. En ik heb ik allemaal buttons. En ik kan hier dan ook. Ja, oké. Je hebt weer een ding voor mij opengedaan. Ja. Oh, nee, wacht. Oh, hier zit. Wacht. Huh, wat? Oh. Jij zegt wacht. Ja, nee, ik ging hier ook een blokje okay, weg. Maar... Oké, kan je hem nog verder... Nee, dat is verkeerde. Nee, want hier heb ik wel buttons. Ik heb 9 buttons hier. Nee, dit is de verkeerde die je nu hebt. Nogmaals, ik heb 9 buttons. Ja, dan moet je een andere button. Je hebt nu de verkeerde. Ik druk niet op de buttons, daar moet ik nog op klikken. Ik weet dan niet op welke buttons ik moet klikken. Klik op de button. Ja, welke? Het zijn er 9. Ja, ik heb hier 9 kleuren. Klik er eens op één. Op de eerste gewoon. Doe het niet. Doe de tweede. Doet ook niks. Doe de derde. Doe ze gewoon allemaal. Klik ze gewoon even allemaal. Doet niks. Oké, okay, want jij kan nog meer dingen. Want jij verschuift even dat ding of zo. Of niet? Hoi. Nu zit ik opgesloten. Waar stond jij op net de hele tijd? Ja, weet ik veel. Jij schoof pressure plates voor mij open. Ja, kijk, zoals nu. Kan je andere, heb je nog meer pressure plates? Nee. Oké, dan moeten we even terug. Kom maar eentje terug. Even op die pressure plate weer. Er staat hier ook een iron blok. Kan je op die andere pressure... Oh, ik heb ook een iron blok hier. Die staat bij mij rechts. Bij mij staat die onder. Ja, moet ik dan niet... Maar wat heb jij daar dan? Ik heb hier 9 redstone lamps. En er zijn er 2 daarvan aan in een 9x9. Oh, zeg dan ook welke die aanstaan. Want dan moet ik daar toch op klikken. Dat zei ik, maar dat deed je niet. Dat zei ik niet. Doe maar op de bovenste. Heb jij ook een grid van 3x3? Ja, maar mijn iron blok die staat aan rechts. En die van jou onder, zei jij. Dus jij moet kijken als die rechts... Ik lees het vanaf jouw kant, lees ik het dan voor. Dan moet je links midden klikken. Ja. En rechts onder.
Links, midden en rechts onder, vanaf jouw POV. Er gebeurt hier heel veel. Goed zo. Kun jij nu iets daar? Zal ik verder kijken? Nee, er is hier niks veranderd. Maar vanuit jouw POV is het dat. Vanuit mijn POV is het de bovenste en linksonder. Ja, dus nu staan ze kijk, uit. Nu is er wel wat gebeurd. Want nu staan ze uit. Staan ze nu uit? Ja, je moet ja dan heb ik het toch goed gedaan? Nee, want als je op de pressure plate staat, ja, dan gaan ze aan. Ja, maar ik heb dat... Nee, want als ik daar toen ik de goede code deed, toen ging hier een deur open. Welke deur? Deze, dat ik hier naar boven kan. Ah, nee, maar jij was kon al naar boven net. Nee, ik kon nog niet naar boven. Je stond hier net ook al. Ja, dat klopt. Maar wacht eens. Heb je die boog nog? Ja, heb je die nodig? Ja, want ik zie hier een targetblok. Oh. Oh, dan gaat mijn deur open hier. Ah, kijk. En dan moet ik nu hieronder staan, denk ik. Nu eronder, ja, klopt. Dan kan ik door. Dan heb ik de boog weer nodig. Moet je terug? Die boog die komt dus gewoon meerdere keren van pas. Hier. 1 en 2, hoppakee. Wat doet dat voor jou? Dan is mijn deur hier open nu. Ja. En dan sta ik weer stil. Kan je op de pressure plate daar staan? Of? Nee, helemaal niks. Nu moet je mij weer terugleiden. Dus deze deur weer open doen. Ja. Dan. Op blijven staan, blijven staan, blijven staan, blijven staan. Oh. Sorry. Ja, oké. Dan die andere moet je weer opstaan. Die verder, nog verder terug. Gadverjopie. En dan nu moet je helemaal naar mij toe komen. Nu heb ik de deur voor je open. Kijk, en dan ligt daar wat in de kist. Wat zit erin? Een fuse. Hey, en de deuren zijn open. Hey. Nou, dat zijn 2 van de 3. Let's go, laten we doorgaan. Plaatsen we die gelijk op... Nee, we moeten ook toch nog weten waar die andere fuse is. Die was echt jongen, daar. Jongen, jongen. Oh, wat een rothuis. Waar zijn die guards? Oh my days. Die guards die gaan ons gewoon nooit vinden. We zijn gewoon sneaky bezig. We schreeuwen niet, we lachen niet, we doen niks. Nee. Sneak. Dat zie je rondrennen. Dan zal ik deze weer even installeren. Ja. Oké, top. Laten we kijken waar de laatste is. Dat was dat huis waar we tegenaan keken. Oké. Hadden we dat niet meteen kunnen doen? Ja, dat hadden we waarschijnlijk gelijk kunnen doen. Ik denk dat dit het is, als ik het zo zie. Dat we hierin moeten. Via dit kleine huisje. Nou, naar binnen. Danger under construction. Nou, gelukkig mogen wij hier gewoon naar binnen. Ja, wij zijn toch gevangen. Dat is toch niks waard voor hun. Niks aan de hand. Niks aan de hand, jongens. Gewoon doorlopen. Gewoon verder. Kijk, en nu zijn we in het huisje terechtgekomen. Wat staat erin? Sam. Damage report. Sam Miller. Oké. Kan ik hem niet gewoon meenemen? Nee. Oké, okay, vast door. Sam Miller, 13 maart 2005, room 7, okay. By order Henry Pope. Ik zie hier room 7 en daar is water. Inderdaad, daar is lekkage. Ik zie het al. Elke kamer, dit zijn een soort van cellen ook. Alleen deze is helemaal kapot. Er is een soort van lekkage. Oh, oké. Okay. En hier is de storage room. Kijken of ik iets kan vinden. Er zijn hier hoofden. Hoofden? Ja, en... Hé, hey, ik heb een ladder gevonden. Geheime route. Oh, geheime dan kom ik route? In het water, ja. En dan kan ik zwemmen via een soort riool-achtig iets, zie ik nu al. En dan kom ik uit waarschijnlijk in cel 7, gok ik. Ja, ik ben in cel 7. En daar vind ik redstone. Een soort pad of zo vind ik hier. Maar verder kan ik niks in cel 7. Niks? Oké, okay, maar ik denk dat je daar wel wat moet doen. Of heb je daar wat gepakt? Nee, heb ik ook niks gevonden. Maar ik kan hier zie ik ook nog routes. Oh, nee, niet. Nee, dat ik kan wel in cel 7 staan, maar verder niks. Oké, okay, ik ben even naar boven gegaan. Ja. En ik kan daar een personal locker. Ja. Heb ik hier. Ah, en daar zit de fuse in. Maar daar heb ik... Ik druk op de button en ik heb er een sleutel voor nodig om die key te unlocken. En helemaal aan de achterkant van deze kamer staat de doctor's room. En daar... Okay. Ik kom ook kan even ik... naar boven. Daar zit de sleutel. In de doctor's room. Ja, weet je wat het is? Ik zag een soort... ik kom hier ook gewoon niet meer uit trouwens. Ah, en ik ben niet geautoriseerd om de deur van inderdaad. De dokter te openen. Oh, maar ik heb een probleem. En dat is... Oh ja, ik kom er wel uit. Oké. Okay. Het ding is... ik zag een soort ventilatiesysteem boven die dingen. Daar ben ik achter gekomen. En daarvoor hebben we trapdoors. Die zag ik. Lip jij nou ik heb overal ingekeken. Oké, ja. We hebben een soort ventilatiesysteem van trapdoors nodig. Ik denk dat we op zo'n manier daar kunnen komen. Ik zie de sleutels zie ik inderdaad zitten. Oké, dan ga ik nu eventjes naar beneden. Eventjes kijken. Ja, ga jij maar even spieken of jij een beetje iets ziet wat ik niet zag mogelijk. Wat zie hoi. Ik? Hoi, kijk daarboven. Zie je? Ja. Maar ik heb hier ook in de security room heb ik een button gespot. Gewoon waar we begonnen. En dan kan ik op klikken, maar dat doet niks, denk ik. Maar je weet maar nooit. Is dit niet een elektriciteitsdraad waardoor ik de stroom kan afknippen of zo, weet je wel? Heb je nog bottles? Ik heb nog bottles, kan je water, kan je hem verstoren met water of zo? Misschien dat we hem kunnen verstoren. Ja, met de rechte muisknop, ik weet niet. Nee, dan ga ik lekker drinken. Kan je hem slopen, misschien? Nee, ook niet. Misschien met de zaag. Ik heb de pickaxe nog. Misschien de zaag inderdaad. Nee, ook niet. Ik denk we dat missen je, iets. Ik denk dat je moet verstoren dat dat het ding is. En dan verstoor je de elektriciteit ervan, weet je? Ja, dat is wat ik zei, ja. Place room 7, 13 maart 2005, Sam Miller. Oh, er zijn meerdere pagina's. Er is een burst pipe. Ja, dus dat is dat kapot is. Ah. Ze waren erg oud en ze moeten veranderd worden. Het probleem is dat er some elektrische kabels openstaan. En if they got out... Kut het. Oh, in room 9, 11, 13, 15 en 17
kan je het knippen. Als je dat knipt. Oh, knipt. Als je hem daardoor knipt, gaat in kamer 9, 11, 13, 15 en 17 de deuren open. Maar we hebben geen schaar. Nee. Toch? Nee, die moeten we denk ik vinden. Een schaar. En dan moeten we het even knippen. Ja, naast die kamers zie je dus ook, als je dat touw doorknipt, openmaakt. Override die ook de codes van de security room. Of van de doctor room zelfs. Dus dan komen we in de doctor's room. Oké. Okay. Maar hij zegt dat hij al zijn equipment in de storage room heeft. Dus hier ergens moet. Echt. Oh, hier, kijk. Misschien. Nee, niet hier. Hier moet ergens die schaar liggen. Ja, hier bovenop gevonden. Kijk. Nee, hier. Echt? Ja, there you go. Oké, okay, ga jij naar kamer 7 dan? Ik ga wel, ik knip hem wel door. Oh, wauw. Damn, dat boekje dat was wel handig, want daar stond echt in dat hij alles daarin bewaarde. Het is top. Hier is de schaar. Komt hij, dan knip ik het door. Zo. Hey, dan zijn er meerdere deuren open, maar ook boven. Laten we eerst hier beneden even kijken inderdaad, of we iets vinden. Kijk vooral op de trapdoors nu ook, want daar kunnen mogelijk dingen zitten. Hoe kom jij hier nou? Oh ja, die deur is natuurlijk al open. Ja, die deur ging ook open. Deze ook. Hier is niks. En 17 ook. Vind je hier iets in de kist? Nee, hè? Nee. Nou, dan, oh, pas op. Dan is, als het goed is hier, deze code ook geoverrijd van de doctor's room. En dan komen we daar ook in. Ja, deur is open hier. Oh. Dus ik heb de sleutel. Oh nee, die zit in het glas. Gast, hoe krijgen we die? Huh? Waar ben jij? Ik ben nog beneden. Maar die zit vast in het glas. Ik ga nog heel even kijken. Hoe gaan we die eruit krijgen? Boog erop misschien? There is nee. Also... Wat heeft het nog meer mogelijk gedaan? Want de sleutel zit vast in het glas. Die krijgen we er niet uit. Ik denk dat we iets nodig hebben om het glas te breken. En ook aan het begin, dacht ik. Zal ik eens even voorlezen welke? 9, 11, 13... En 13? Nee. 15 is schuin gedrukt, cel 15. Dus sowieso is er iets in 15. Kan niet anders. Ja, er zit iets onder het bed. Ja? Oh, ik zie het. Wat is dat? Ik schiet er wel gewoon op. Hmm. Oh, zoals een hidden chest. Een glassbreker. Een hamertje. Nou, dat is jou de eer. Doe jij maar kapot maken. Dat vind ik fijn. 1, 2, hoppakee, dan kan je de sleutel pakken. En dan kunnen we ook gelijk de laatste fuse pakken. Volgens mij heeft het personeel echt even een uitje of zo. Ja, ik denk het ook. Hier, doe maar de personal locker openen. Jij als elektricien mag hem pakken. Yeah! Dan hoop ik niet dat zo meteen ze staan op te wachten bij hier aan de buitenkant. Nee, ik hoop het ook niet. Maar moeten we nou weer via de geheime route naar buiten? Of kunnen we gewoon... Nee, we moeten wel weer... Oh, we moeten wel gewoon weer via dezelfde route naar buiten. Ja, maar dat is prima. Dat redden we wel. Kijk, en dan hebben we de laatste fuse. En dan misschien moeten we nog meer opdrachten doen. Maar misschien ontsnappen we wel gewoon nog gelijk. Ja, misschien wel. Wat zou dit eigenlijk doen? Waarom hadden we deze fuse nodig? Om de generator te overpoweren. Ah, en dan wordt het... En dan valt waarschijnlijk alle stroom overal uit. Dat zou ik ook echt heel cool vinden. Ja, dat zou ik En dan zou misschien deze poort ook open gaan. Ja, dat is de hele bedoeling. Ah. Nou. Oh! Het alarm! Rennen! Door de trein! Rennen! Oeh, rennen Robin! Het alarm gaat af! Oeh, kunnen we erin? Erin, ja, erin! Button! En gaan! Erin! Waar zijn we? Robin, waar zijn we? We zitten in de trein, we zijn aan het ontsnappen. Ja, we zijn aan het ontsnappen. Oh, maar deze, dat is okay. Echt heel cool. Heb je een vermomming? Ja, wacht. Ja, ik Ik lijk op iemand anders nu. Okay, geen zorgen. Ja, mooi. Wacht, doe ik dan ook. Ik doe mijn baard af. No, de train stopping. No. Wacht, waar zijn we? Het is een nog ergere cel. Ik heb mijn baard afgedaan. No, Sona. Sona, no. Waar zijn we? Je ziet er gek uit. Huh? Congratulations. Yeah. Maar we waren dus geëscaped. Alleen, het ding for part is, 2 is Sona. We kwamen in een nog grotere of nog meer beveiligde gevangenis. Dus wat zie je er echt raar uit, zonder die Ik doe mijn baard erop, want ik doe ook mijn ding erop. Maar jongens, we zijn dus ontsnapt. Het enige is, we kwamen terecht in een nog zwaar beveiligde gevangenis. Wil je die nou heel graag zien, like dan zeker even. Want bij 4000 likes gaan wij het vervolg spelen met z'n tweeën. Vond je deze video een leuk? Kijk dan ook zeker even deze video, want wauw, wat een mooie video. Is dit niet normaal? En dan nu spreek ik laatst glaasje water, telt 4. Flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah.